beste Bijbelleraar? Zo begint de volgende vraag die ik beantwoorden mag. En dan staat er ook nog bij, wat leer ik veel van jullie. Dank u wel voor het compliment. Maar dat geldt met name broeder Willem. Daar kun je goed naar luisteren. Dank jullie wel, ik had een vraag. Wat gebeurt er met kinderen van ongelovige ouders met de opname van de gemeente? Of als één ouder gelooft en de andere niet? En wordt er met kinderen dan de basisschoolleeftijd bedoeld? Ik ben benieuwd hoe of jullie hierover denken. Dat staat hier letterlijk. Hartelijke groet van en er volgt een ondertekening. Ja, nou die basisschoolleeftijd is dus van vroeger tot 12 jaar ongeveer. En ik denk wel dat dat ongeveer een grens is, in het algemeen gesproken. Toen de Heer Jezus 12 was, ging hij voor het eerst mee naar Jeruzalem om een van de feesten van de Heere mee te maken. Als in Israël bar mitzwa gevierd wordt, dan zijn ze 11, 12, 13, maar ongeveer 12 jaar, toch wel. Iedere keer komt dat terug. En dat bar mitzwa vieren betekent zoon van de wet zijn. Dan dragen ze ook een grote Torahrol. En ze lezen daar ook een stukje uit voor. En ze kunnen en hun kracht geven aan de Torah en aan nou ja, het uiterlijke. Het voor hem uitkomen, het hem dragen. En ze kunnen ook iets daaruit lezen. Nou, dat is uitbundig feest. Met snoep, ik weet niet of u dat ooit in Israël hebt meegemaakt. Ik heb er heel wat keertjes bij gestaan. En ik heb me eigenlijk verheugd daarin dat de volwassenen zo blij zijn als kinderen dit laten zien. Nou, als je eigen kinderen kiezen voor de Heer Jezus, dan zou je wel met snoep willen smijten. Als je begrijpt wat ik bedoel, dat is zo. Ik weet hoe dat voelt. Dus dat zijn hele mooie dingen. Maar nu komt de vraag, goed, die kinderen die hebben een bepaalde leeftijd waarin ze dus ook zelf kunnen denken en zelf ook misschien het besef hebben van ik moet ook een keuze maken. Maar hoe gaat het dan met die opname van de gemeente? Nou, dat is een verhaal dat lang niet in alle kerken beleden wordt en beleefd wordt. Wel in die zogenaamde Maranatha-kleurige groep, maar niet in alle reformatorische kerken wordt over de opname van de gemeente gepraat. De Bijbel zegt dat de gemeente hier toch niet gaat blijven, maar dat het ook als die gemeente weggaat nog niet het einde is. Want daar gaat het dan even om. Dus misschien krijgen we nog wel een vraag daarover. Kinderen van gelovige ouders, die zijn op een bijzondere manier gezegend. Ik ga dat toch lezen uit de Bijbel. 1 Korintiërs hoofdstuk 7. 1 Korintiërs hoofdstuk 7. En ik ben bij vers 12. 1 Korintiërs 7 vers 12. Dan gaat het over de echtscheiding. Maar goed, vers 12 zegt maar tegen de anderen, zeg ik, niet de Heer, dus het was een opmerking van Paulus zelf, gevoelsmatig. Ik denk dat ik ook de geest van God heb. Ik denk dat ik dat zo zeggen mag. Als een broeder een ongelovige vrouw heeft, dat was in de vraag, hè? De ene en de andere, de ene is gelovig, de andere is niet gelovig. Als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij ermee instemt bij hem te wonen, dus als die ongelovige, nadat die broeder tot geloof gekomen is, je zou kunnen zeggen, hij kiest voor een heel nieuw terrein, voor een heel nieuwe denkwereld. Maar die vrouw die wil dat wel accepteren, die wil wel meegaan, in die zin dat ze dat accepteert. Dat wil niet zeggen dat ze het zelf gelooft, maar dat ze het accepteert dat haar man wel zo gelovig is. Moet hij haar niet verlaten. Dus dat is nooit een grond voor scheiding. En als een vrouw een ongelovige man heeft, dus het omgekeerde,
en deze stemt ermee in bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Want, nu komt de clue, want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Haha, discussie. Is de ongelovige man, als de vrouw een gelovige is, ineens geheiligd? Komt hij dan ook in de hemel? Dat zou iedereen gaan roepen. Nee, dat staat er niet. Geheiligd wil nooit zeggen voor altijd behouden worden. Wil wel zeggen dat je een aparteling bent, dat je op een aparte plaats gezet bent, dat je een bijzondere plek gekregen hebt. Vul in. Een gelovige vrouw, ongelovige man. Vanaf dat moment dat die vrouw tot geloof komt, gaat ze bidden voor die man. Gaat ze bidden voor dat kind. Gaat ze dingen in de huizen veranderen. Gaat ze op Christus lijken. Gaat ze hem uitstralen. Zonder woorden? Ja, dat kan ook nog zonder woorden. Door daden. De Bijbel is daar vol van. Dat is geheiligd. Nou, dan zijn die kinderen op een aparte plaats gekomen. Die hebben een hele bijzondere plek gekregen. Daardoor. Maar die man ook. En ik heb heel veel voorbeelden van met name vrouwen die tot geloof kwamen en mannen die niet gelovig waren of wilden worden, maar die dan toch later compleet veranderd zijn door het gedrag van zo'n vrouw. Maar dat is uw vraag eigenlijk niet. Uw vraag is, hoe gaat het dan als op dat moment de gemeente van hier gehaald wordt? Als op dat moment de opname van de gemeente, dat is nog een keer niet het einde van alle dingen, maar dat is een bijzonder gebeuren. De gemeente wordt weggehaald. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden en als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Ik kom jullie halen. Er komt een moment dat de gemeente wordt weggehaald en dan gaat het leven op aarde door. Israël wordt weer helemaal zoals in de tijd van Salomo uiteindelijk. Maar er gaat nog een grote verdrukking ook nog aankomen. Maar wat gaat er nu met die kinderen gebeuren? Als die moeder dan ineens weggaat. Ja, en welke kinderen? Ja, die beneden 12 jaar, dat veronderstelt dan de vraag. Ik ook, dat veronderstel ik ook. Dus daar ga ik wel in mee met ongeveer die leeftijdsgrens. Maar wat gebeurt er dan met die kinderen? Mijn antwoord is, dat weet ik niet precies. Nou, dan had je het beter aan de buren kunnen vertellen, vragen. Maar die wisten het ook niet, denk ik. Want niemand weet dat precies. Wie zal bepalen of de Heere God, de Alwijze, gaat zeggen van, die moeten die kinderen dan maar hier blijven. Of, het omgekeerde, dan moeten die kinderen meegaan. In het algemeen, als ouders, beide ouders, gelovig zijn en de kinderen die, laat maar zeggen, 4, 5, 6, 7 jaar zijn, die gaan mee met de opname. Die gaan ook mee. Die worden niet aan hun lot overgelaten. Zo is de Heere niet. Die worden ook niet te vondeling gelegd. Zo is de Heere ook niet. Die gaan mee. Maar wat als er één van de partners wel gelovig is, zou de zorg, de aandacht, de opvoeding van wat achterblijft in goede handen zijn bij die ongelovige die achterblijft. Nou, dat is een hele moeilijke. Dus ik ga daar niet een uitspraak in doen. Ik wil alleen dit zeggen, dat God bijzonder gesteld is op zijn eigen instelling. Hij heeft het zo geregeld dat kinderen onder de zorg van vader en moeder zouden vallen. Hij heeft geregeld in de schepping dat, en bij diertjes, we wonen hier op dit moment in een soort buitenhuisje in de buurt van Veenendaal. En daar zie je die vogels en je ziet ze nestelen en je ziet ze zorg dragen, met eten zwoegen, met voedsel komen en vliegen. Je ziet het
In de hele schepping is dat zo. Zou de Heere dan zuigelingen tekort doen? Nee, die gaan mee. Maar wie blijft dan achter? Dat is aan de beoordeling van onze grote schepper. En hij weet het. Ik weet het niet wat de Heere van plan is. De Heere kan en daarna het hart van die kinderen bereiken. Kan het hart van die kinderen zo beïnvloeden dat ze ook kiezen voor de Heer Jezus. In het algemeen zullen kinderen die hun ouders tot geloof hebben zien komen en daarvan een levend getuigenis hebben gezien, en dat komt gelukkig vaak voor. De duivel probeert vandaag te vervagen, troebel, onzichtbaar, als het kan. Maar het komt ook gelukkig vaak voor dat ze juist door het gedrag van vader en moeder, die gelovigen, ook kiezen voor. En ik zou van harte willen vragen om daar in alle voorzichtigheid mee om te gaan. En niet al te gauw een soort formule los te laten. Oh ja, 8 jaar, moeder gaat weg. Jij gaat mee of jij blijft hier en je zit nog straks in de grote verdrukking met je vader, die ongelovige, maar die weet dan ook niet wat hij het zoeken moet. En zou die vader in die grote verdrukking dan wel tot geloof komen? Nou, er komen echt velen in de grote verdrukking nog tot geloof. Er komt nog een grote schade die niemand tellen kan uit de grote verdrukking. Dus er komt nog heel wat zegen uit. Zouden zij er dan bij horen? Die kans is groot. Maar om nu te zeggen, zo is het, dit is het precies. Ik wil me daar niet aan, maar ik durf me daar niet aan te vragen. Want ik kan niet op de rechterstoel van onze Heer Jezus of op de rechterstoel van God gaan zitten om uit te maken wat wel en wat niet. Salomo heeft een soort Salomo's oordeel geveld over een moeder met kinderen en zo. U kent die geschiedenis misschien. Maar dat heb ik niet en dat doe ik ook niet. Ik zou zo graag willen dat wij zo bidden voor onze kinderen. Dat ze, hoe jong ze ook zijn, een groot respect krijgen voor de Heer Jezus. En dat ze de Heer Jezus leren liefhebben. En dat ze echt beseffen dat Hij op aarde is gekomen om mensen die ongelukkig zouden blijven als ze niet geloven. En voor altijd verloren zouden gaan, omdat ze niet geloven dat God eigenlijk niet wilde dat er één verloren zou gaan. Dat zegt de Bijbel. Dus de aandacht voor die ene, voor dat ene kind, is subliem. En dat is Yahweh. Hij is getrouw en hij is rechtvaardig en hij is liefdevol en hij is genadig. En hij wil niet dat er één van deze kleinen verloren gaat, van die kleine kinderen verloren gaat. Dus van harte hoop ik dat u daar een beetje houvast aan hebt en misschien voor gaat bidden. Maar ik zou nog liever willen dat we al die, laat maar zeggen, wat tweespalt is in het geloof, in het gezin, dat de partner ook de Heer Jezus leert kennen. En soms weet je het niet. We hadden een mevrouw die stond te klagen terwijl we een samenkomst hadden over het gedrag van haar man. Van hij gelooft niet en hij wil niet. En hij wil niet met me mee naar deze dienst en naar de studieavonden en naar de Bijbelonderzoek. Hij wil allemaal niks. En die man die vroeg of ik een keer bij hem wilde komen praten. En ik zei, wat doet u dan als die vrouw naar die Bijbelstudie is? Nou, zei, nou dan pak ik die cassettebadjes van jou. Dat waren mijn toespraken en die luisterde ik. En hij is tot bekering gekomen. Soms zit je helemaal verkeerd in je denken. Zit je helemaal verkeerd. Is dat al lang begonnen? Met verlangen naar, met iets van over de Bijbel willen horen en over de Heer Jezus. En zo heb ik nog een groot aantal getuigenissen. Dus ik wil graag voorzichtig blijven. Maar wel bijzonder de genade van God en de liefde van God etaleren. Om te zeggen voor onze kinderen en voor de achterblijvers, ook voor de ongelovige partners als die er zijn, dat ze onder een invloedssfeer zijn gekomen waar ze geen antwoord op hebben. En dus gaat dat een keer tot een beslissing komen. Dat ze bakzeil halen. Dat ze echt geloven. Ik hoop van harte dat dat in uw geval ook gebeurt. Veel zegen gewenst. De volgende keer gaat broeder Willem Ouweneel verder met een volgende beantwoording. En u kunt een vraag insturen naar vragen. @ groeiendegeloof.nl.
En u kunt zich ook abonneren. U kunt een seintje krijgen als er weer een vraagbeantwoording verschijnt. Veel zegen.